Hallo allemaal. Welkom bij alweer de derde bekendmakingsvideo van het Prinses Christina Concours 2021. Ik sta hier in het prachtige Brabantse platteland en neem jullie zo meteen mee naar Veghel. Dat is de plek waar normaal gesproken het regio Concours Zuid 1 plaatsvindt. Maar voordat we overgaan naar de bekendmaking van de prijzen, geef ik het woord aan de directeur van het Prinses Christina Concours. Alexander, aan jou het woord. Beste deelnemers aan het concours in Veghel, fans van het PCC en andere muziekliefhebbers. Normaal gesproken had ik jullie welkom geheten vanuit de CFV Noordkade in Veghel. Het zou er bruisen van de jonge muzikanten, hun familieleden, muziekdocenten en al dat andere publiek dat het hele jaar ernaar uit heeft gekeken om jullie muziek te beluisteren. Ondanks dat we elkaar nu niet live in Veghel kunnen zien, zou ik toch graag een aantal dingen tegen jullie willen zeggen. Allereerst vind ik het ongelooflijk bijzonder hoeveel mensen het PCC ondersteunen. Natuurlijk onze fans, maar zeker ook onze muzikale partners, financiële partners en de vrienden van het PCC. Het sterkt ons in de gedachte dat we vooral door moeten blijven gaan met het blijven bieden van een podium voor jong muzikaal talent en dat ons werk onmisbaar is. Dank jullie wel voor die steun. Aan alle deelnemers die een filmpje hebben ingezonden voor dit concours wil ik het volgende zeggen. Dank jullie wel voor die geweldige optredens. Met jullie deelname hebben heel veel mensen kunnen genieten van jullie muzikale talent. En tegelijkertijd hebben jullie andere kinderen en jongeren geïnspireerd om misschien ook wel een instrument te gaan bespelen of te gaan zingen. Tot slot wil ik namens al mijn collega's bij het PCC zeggen dat we heel erg trots zijn op jullie. Door jullie deelname heeft het concours toch door kunnen gaan. En dat is heel bijzonder in deze tijd. Ook wil ik jullie meegeven dat we net als voorheen ons uiterste best doen om jullie zoveel mogelijk waardevolle podiumervaringen te blijven bieden. En dat straks, als het weer kan en mag, we heel veel concerten voor jullie organiseren door het hele land. Met een live publiek en live applaus. Dat is onze belofte aan jullie. Dankjewel Alexander. Mooie woorden. Zometeen gaat Paul Uiterlinde bekendmaken wie er in de prijzen is gevallen. En ook is er een publieksprijs gevallen. Diegene ga ik zometeen thuis verrassen. Benieuwd naar de reactie? Blijf kijken. Voor degenen die al vaker meegedaan hebben in deze regio, jullie herkennen deze plek denk ik wel. Noordkade Veghel, fantastische plek om te zijn. Iemand die deze plek goed kent en ook het concours goed kent, die wil ik graag aan jullie voorstellen. Zij is niet zomaar iemand, zij is de directeur van de muziekschool van Phoenix Cultuur en een van de initiatiefnemers van CHV Academy. Mag ik jullie voorstellen aan Barbara Brouwer. Barbara, hoi. Hallo. Hallo. Welkom. Als ik zeg Prinses Christina Concours in Veghel, wat zeg jij dan? Ja, dan denk ik gelijk aan de edities die we hier live hebben kunnen doen van de regiofinale. En ja, nu zie je hier een lege fabriek. Maar ja, toen was de fabriek gevuld met het bruisende muziek, zenuwachtige kandidaten voor de voorrondes. En ook een prachtige regiofinale hierboven in de zaal die jullie heel erg mooi hadden ingericht. En toen was het allemaal live. Nu online ook. Gelukkig kan het online doorgaan. Maar ja, live is natuurlijk wel echt heel mooi. Noordkade Veghel en het Prinses Christina Concours zijn een samenwerking aangegaan. Kun je ons iets meer vertellen over die samenwerking? Ja, we hebben hier in gemeente Meijerijstad de CAW Academy opgericht, Circle of Talent. En dat is een samenwerksverband en dat gaat over talentontwikkeling van kinderen en jongeren door middel van kunstonderwijs. En dus ook talentontwikkeling op het gebied van muziek. Nou, daar komt natuurlijk het Prinses Christina Concours al gelijk om de hoek kijken. Hè, want het houdt zich heel erg bezig met talentontwikkeling in de muziek. Om kinderen en jongeren de kans te geven om mee te doen aan een wedstrijd, hun talent te ontwikkelen en te kijken waar ze staan in hun ontwikkeling. Nou, wij willen dat in Meijerijstad hier ook bereiken op het gebied van alle kunsten. Dus ja, we hadden elkaar redelijk snel gevonden. En wij hebben deze mooie fabriek, dit mooie huis. Dus ja, 1 en 1 is 3, zeg maar. Dus heel mooi dat dan de regiofinales hier kunnen plaatsvinden. Prachtig. Nou, wij zijn ook blij met de samenwerking. We staan hier nu een beetje in een leeg gebouw. Hè? Wat mist Veghel nou eigenlijk met het missen van het concours nou live? Ja, we missen sowieso. Het is heel erg jammer dat nu de regiofinale hier niet kan plaatsvinden. Maar
het is eigenlijk veel te lang stil in deze fabriek. Hè. We missen de dansende voeten, de muziekklanken, het zingen, het theater is leeg. En nu missen we ook weer een live regiofinale. Dus ja, we missen de samenwerking, we missen de kinderen en de jongeren die hier komen om muziek te maken. En de ontmoeting met elkaar is heel erg belangrijk. Ook dat kandidaten elkaar ontmoeten, dat gasten kunnen genieten van de muziek. Ja, het is een groot gemis. Online is een goed alternatief, maar het is voor ons echt het next best thing. Helemaal mee eens, ja. Hey, en als laatste wil ik je vragen, is er nog iets wat je wil meegeven aan de deelnemers? Ik was onder de indruk, of ik moet niet zeggen ik ben onder de indruk van de inzendingen. Sowieso veel inzendingen voor regiofinale Zuid en mooie inzendingen. Dus complimenten aan iedereen die zich heeft aangemeld en een filmpje heeft ingestudeerd. Want dat betekent natuurlijk thuis goed repeteren, het betekent natuurlijk dat filmpje opnemen, samen met je docent keihard werken om jezelf goed te presenteren. En complimenten daarvoor, het ziet er hartstikke goed uit. En het is ook heel mooi om daar naartoe te werken, om sowieso in deze tijd weer ergens naartoe te kunnen werken. En jezelf te presenteren, krijg je straks weer feedback van de jury en dan weet je ook waar je in je ontwikkeling staat en wat je nog verder ook kunt leren. Dus het is natuurlijk een hele mooie manier om je eigen ontwikkeling goed te kunnen volgen. En het is natuurlijk een wedstrijd, dus een prijs winnen is natuurlijk heerlijk. Maar alleen al de ervaring van het meedoen en de feedback van de jury, dat is natuurlijk ook al heel erg mooi. Helemaal mee eens, Barbara. Dankjewel. Heel fijn dat je ons een beetje hebt meegenomen in het live gevoel van het concours. En dat we hier te gast mochten zijn in dit prachtige gebouw. Dankjewel. Zometeen gaat de juryvoorzitter bekendmaken wie in de prijzen is gevallen. Blijf kijken. Dan zijn we nu aangekomen bij het moment waar velen van jullie op hebben zitten wachten. De bekendmaking van de prijswinnaars. Dit jaar hebben 69 muzikanten meegedaan en ze hebben 65 filmpjes ingestuurd. Deze 65 filmpjes zijn allemaal bekeken door de jury. En zij zijn in beraad gegaan welke prijs het beste past bij welke muzikant. De juryvoorzitter Paul Uiterlinde zal dit jaar de prijzen uitreiken. Paul, welkom. Leuk dat je er bent. Zeg, kun jij ons iets vertellen over de inzendingen dit jaar in deze regio? Ja, zeker Lotte. Dat wil ik heel graag. Het is de jury opgevallen dat er maar liefst 65 inzendingen waren dit jaar. En dat verschilt amper met de jaren voor de coronapandemie. En dat is eigenlijk heel erg bewonderenswaardig. Want je realiserende dat er dit jaar helemaal geen fysiek onderwijs is geweest en alles online moest gebeuren, nou, dat is echt een prestatie. Ik wil van het moment gebruik maken om ook even de jury voor te stellen aan jullie. En dat zijn Bart de Kater klarinet, Bas Treup viool, Bert Fransen trompet, Frank van der Laar piano en de specialisten Cora Burgraaf zang, Pieter Nel Berkers accordeon en Ramon Lormans slagwerk. Dankjewel, Paul. En dan is het nu tijd om de prijswinnaars echt bekend te maken. Zeker, maar voordat ik dat ga doen, wil ik even uitleggen dat er per categorie meerdere prijzen mogelijk zijn. De jury kan afhankelijk van de ontwikkelingsfase en de leeftijd van een deelnemer besluiten om meerdere prijzen in een categorie toe te kennen of soms een tweede of een derde of een eerste prijs niet toe te kennen. Dan gaan we nu door naar de uitreiking van de prijzen. Categorie 3. 15 tot en met 19 jaar en vakstudent aan een conservatorium. In deze categorie zijn geen prijzen toegekend dit jaar. Categorie 1. 12 tot en met 14 jaar. Een tweede prijs gaat naar Pieter Streefkerk, viool. Hij heeft ook een extra prijs gekregen, de Stichting Leien Fondsprijs. Een masterclass bij een bekende Nederlandse muzikus naar eigen keuze. Aangeboden door het Leienfonds. Het juryverslag over Pieters optreden. Pieter speelt met een natuurlijke overtuiging en weet een prachtig geluid uit zijn instrument te toveren. Hij neemt de luisteraar mee in zijn verhaal en maakt indruk met het gemak waarmee hij moeilijke passages weet te tackelen. Dan gaan we naar categorie 2. 15 tot en met 19 jaar. Derde prijs gaat naar Anke Verboven, Althoorn. Er zijn nog extra prijzen aan haar toegekend.
de Masterclassprijs, een les bij een bekende Nederlandse muzikus naar eigen keuze. Aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. En de Muziekbonnenprijs. Muziekbonnen ter waarde van €75 ter beschikking gesteld door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Dan gaan we naar het juryrapport. Met haar verbazingwekkende techniek en haar schitterende geluid zet Anke een gedegen optreden op haar althoorn neer. Anke, je bent een wandelende promotie voor de althoorn en de brassbandwereld. Gefeliciteerd met je prestatie. Ook een derde prijs gaat naar Jessica Lucke, viool. Zij krijgt ook extra prijzen toegekend. De prijs van de Stichting Leijenfonds en de Muziekbonnenprijs. Dan gaan we naar het juryverslag. Jessica speelt overtuigend en heeft een prachtige techniek. Zij vertelt haar verhaal zeer beheerst en staat volledig boven de materie. Een tweede prijs, ook in de categorie 2, gaat naar Filip Karamanov Piano. Hij heeft ook een extra prijs toegekend gekregen, de Stichting Leijenfondsprijs. Dan gaan we nu naar het juryverslag. Filip heeft een grote indruk achtergelaten met zijn bijzonder uitgebalanceerde vertolking van de eerste ballade van Chopin. Hij speelt met overzicht en weet een grote technische meesterschap perfect te combineren met een pakkende muzikale karakterisering. Ook een tweede prijs gaat naar Trio Fidelité. Zara Leclerc, piano, Alice van Binsbergen, viool en Jertil Ola, cello. Ook zij kregen extra prijzen toegekend, de Stichting Leijenfondsprijs en de Ensemble Aanmoedigingsprijs. Muziekbonnen voor een ensemble dat op grond van het getoonde samenspel aangemoedigd wordt om samen verder te studeren. Ter beschikking gesteld door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Dan gaan we naar de juryverslag. Het trio Fidelité heeft de naam van hun trio eer aangedaan. Fidelité, wat loyaliteit betekent, kwam mooi tot uiting naar elkaar toe in het hechte samenspel en naar de muziek van de Franse componiste Germain Taillefer door de mooie, transparante vertolking van haar pianotrio uit 1917. De strijkers klonken mooi homogeen en mooi in samenspraak met de piano. Een pianotrio met toekomst dat in expressiviteit met de jaren zeker zal groeien. Nog een tweede prijs in categorie 2 gaat naar Stijn Mauer Slagwerk. Ook hij kreeg extra prijzen, de Stichting Leijenfondsprijs en de prijs van de Gaudeamus Muziekweek. Voor een bijzondere vertolking van een hedendaagse compositie, een passepartout voor de Gaudeamus Muziekweek 2021. En dan het juryverslag. Stijn heeft de gave je mee te sleuren naar een andere wereld, waarin hij de marimba ogenschijnlijk makkelijk laat klinken, vol kleuren en verbeelding. Muzikaal en technisch op zeer hoog niveau. Gefeliciteerd, Stijn. En dan volgt nu een eerste prijs in categorie 2. En die gaat naar Thomas Pergal, cello. Ook hij kreeg een extra prijs, de Stichting Leijenfondsprijs. Dan gaan we naar het juryverslag. Met een enorme muzikale verbeeldingskracht en een uitstekende techniek heb jij de tweedelige sonate van Giuse Ligeti vertolkt. Het eerste deel, de dialoog, werd zoals bedoeld een conversatie waarbij de melodieën op de verschillende snaren op een boeiende wijze met elkaar converseerden.
In het tweede deel, Capriccio, werd gespeeld als een virtuoze hommage aan Paganini. Maar dan in een modern jasje, nauw verwant aan Ligeti's landgenoot Bartok. We hebben ademloos zitten luisteren naar jouw schitterende uitvoering. Bravo. Dan hebben we nog de Nationale Finale Prijs. Deelname aan de Nationale Finale op zaterdag 10 april 2021 in Gasthuis Leeuwenberg in Utrecht. Daar naartoe gaan trio Fidelité, Steijen Maurer en Thomas Pregal. Alle winnaars van een eerste, tweede of derde prijs winnen bovendien de Academy Prijs. Een ontwikkelingstraject met workshops in combinatie met podiumervaring op verschillende podia in Nederland. Dankjewel, Paul. Wat een prachtige video's en wat een talent hier in de regio. Dan zijn er nog meer prijzen uit te delen, namelijk de aanmoedigingsprijzen en de eervolle vermeldingen. Paul, kun jij deze prijzen toelichten en ze daarna uitreiken? Zeker. De aanmoedigingsprijzen, dat zijn de prijzen voor deelnemers die net buiten de eerste, tweede of derde prijs zijn gevallen. En dat zijn Merel Koster, cello, en Valerie Langendonk, viool. En dan hebben we de eervolle vermeldingen. Die is voor deelnemers die de jury bijzonder zijn opgevallen. Dat zijn Gijslin, klarinet, Chloé, binist, piano, Jules Reinders, hoorn, Marijn Martens, accordeon, Florian Touwe, piano. Florian won bovendien de Donemisprijs, de prijs voor een bijzondere vertolking van een Nederlandse compositie. En die is maar liefst €150 waard aan bladmuziek uit de webshop van Donemis. Dankjewel, Paul. En dan is er nog één laatste prijs weg te geven. Het publiek kon namelijk thuis stemmen op de publieksprijs. Dat is veel gedaan. Bijna 5000 mensen hebben gestemd. Nou, de winnaar van deze prijs gaan we thuis verrassen. Maar daarvoor moet ik wel de stad uit. Komen jullie mee? Ik loop hier in Amersfoort. Dat is de plek waar de winnaar van de publieksprijs woont. En ik kan nu wel verklappen wie die winnaar is. De publieksprijs van regio Zuid 1 gaat naar Gijslin op klarinet. Wel, bijna 400 mensen hebben gestemd op zijn inzending. Dus het is hem van harte gegund. Nou, we gaan hem verrassen. Ik ben heel erg benieuwd. Hij weet nog nergens vanaf. Zijn ouders zitten ook in dit complot. Dus als het goed is, is hij thuis. Hopen dat hij er is. Ja, hier is het, jongens. Nou, even de bel zoeken. Nou, spannend. Oh, wacht. Daar zie ik hem. Hey, hallo. Ben jij Gijs toevallig? Ja, ik ben Gijs. Echt waar? Ja. Nou, ik ben Lotte Pen van het Prinses Christina Concours. Oh. En ik heb een verrassing voor je. Nou. Want jij bent namelijk de winnaar van de Publieksprijs 2021. Oh, wauw. Ja. Dat is heel gaaf. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zo, had je het verwacht? Nee, ik had het wel heel gehoopt. Maar dit is natuurlijk wel een verrassing, ja. Fantastisch. Heel erg gefeliciteerd. Ja. Hey, en wat vind je hier nou van dat je dit hebt gewonnen? Ja, dat is natuurlijk heel gaaf. Het is, dat is toch een soort van waardering. Dat is wel heel leuk. Hoeveel mensen denk je dat er op jou gestemd hebben? Oh, ik zou het echt niet weten. Dan zal ik het je vertellen. Ja, doe maar. Bijna 400 mensen hebben op jouw filmpje gestemd. Ja, die vonden jou allemaal de beste. Ja, top. Hey, ik ga de prijs voor je erbij pakken. Ja. Hier komt-ie.
Want de publieksprijs is niet alleen maar een eer om te krijgen, maar je krijgt ook een les van een Nederlandse muzikant naar keuze. Die is aangeboden door de Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours. Dus bij deze, alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. Super bedankt. Ja. Weet je al van wie je een les zou willen? Daar moet ik nog even over nadenken, denk ik. Dat snap ik. Is er misschien nog iets wat je tegen je fans zou willen zeggen? Heel erg bedankt voor het stemmen. Ik hoop dat jullie nog veel van me gaan horen later. Nou, Gijs, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En dan gaan we nu weer terug van Amersfoort naar Veghel. We zijn weer terug in de Noordkade Veghel. We hopen dat we op deze manier jullie toch een beetje het Prinses Christina Concours gevoel hebben meegegeven. Ook de deelnemers wil ik ontzettend bedanken voor jullie inzendingen. Ik heb ze bekeken en ze waren echt geweldig. Heel tof om te zien dat jullie het beste van jezelf hebben gegeven. En het mooiste, jullie hebben je passie voor muziek maken met ons gedeeld. Dankjewel daarvoor. De volgende video gaan we naar Maastricht om bekend te maken wie in Zuid 2 in de prijzen zijn gevallen. Achter mij staat Lucien klaar om deze video muzikaal af te sluiten. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Leuk feitje. Lucien heeft ook meegedaan met het concours hier in Veghel en een eerste prijs gewonnen. Zo zie je maar waar je terecht kan komen als je meedoet met het Prinses Christina Concours. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Fijn dat jullie erbij waren, hopelijk tot snel. En geniet van deze prachtige Tsigane van Ravel.